Circus McKinney. Een detectivevoorstel in 3 delen naar het gelijknamige boek van Havank in de bewerking van Pieter Terpstra. Tijgers, olifanten, paarden. Je hebt gelijk, een complete circusoptocht. Ja. Toch een aardig idee van je Haro om eens mee te nemen naar Leeuwarden. Vooral op die paarden dan. Die zwarte daar zijn Friese hengsten. Wat een houding, niet? Ja. Ja, het is wel te zien dat jullie zonen zijn van hetzelfde land. Wat ik zeg, maar wanneer is de voorstelling van dat circus? Circus McKinney. Morgenavond is de première. Gaan we? Ja, natuurlijk. Ik wil die hengsten wel eens door hoepels zien springen. Hé! Hey. Wat is er? Komt er een schoolvriendje van je tussen, van vroeger? Nee, of een vriendinnetje? Kijk, daar gaat die plotseling naartoe. Ken je die vent soms? Nee, het paard. Ja, mag ik misschien even weten wat je bedoelt, Haro? Jij hebt hetzelfde gezien als ik? Jawel, maar ik heb niemand herkend. Zeg, zullen we eerst een glas bier gaan drinken hier en dan met iets aan? Heb je ook zo'n dorst? Dorst? Ik neem het tegen jou op. Nou, kom dan. Het is hier gezellig, schaduw. Maar kijk, ik moet er nog even de stad in, zie je? Als je me niet kwalijk neemt. Oh, nee, jongen, nee. Doe eens een circus te groeten. Wat? Ik zeg, doe ze in het circus te groeten. En als je weet wie het is, als je weet wie het was, die ruiter te paard, vertel het dan even, wil je? Ruiter? Ja. Uit het circus? Het circus McKinney. Nooit van horen. Ja. Misschien mag ik even steuren, heer. Ik ben Frank Rossel, lid van de directie van Circus McKinney. Mijn vriend, Harold Vans, die op het net op punt stond me te verlaten, voor niet al te lange tijd, hoop ik. Ik zou u graag even willen spreken, als het u past, meneer Carrier. Gaat u zitten, gaat u zitten. Nou, tot zo dan, schaduw. Dag, meneer Drossin. Ja. Dag, meneer Pans. Bonjour. U wist dat ik Carrier ben, meneer Drossin? Uw naam staat in het gastenboek en de kelner sprak u zo aan. Gezien de bekendheid van de naam en foto's die zo nu en dan van u in de kranten verschijnen. Ja, ik kom vaak in Frankrijk, ziet u. Ik heb al een paar keer geprobeerd om met u in contact te komen. En dat mislukte. Ik wil me niet opdringen. U hebt het druk en waarschijnlijk met belangrijker zaken dan de mijne. En u bent hier met vakantie. Vakantie? Mijn vriend Harold Vans komt van hier en hij heeft na 15 jaar geloof ik een beetje heimwee. Ik hou een beetje gezelschap. Ja, op welke onbelangrijke zaak doet u? Ik wil u allereerst een plaats voor de première van morgenavond geven. Voor u en de heer Harold Vans. Dank u. Ik heb veel over u gelezen, meneer Carrier. Toen ik hoorde dat u hier logeerde, dacht ik plotseling dat u misschien... Ja, kijk, er zijn moeilijkheden in Circus McKinney. Misschien zelfs wel grote moeilijkheden. Zo. Maar ik vraag me af of u geïnteresseerd bent in mijn moeilijkheden. Niet nu en niet hier. Ik blijf hier nog een dag of wat. Morgenavond gaan meneer Vans en ik naar de voorstelling. Als we dan... In de pauze bent u natuurlijk heel welkom in de directiewagen. Meneer Drossin. Ja? Meneer Drossin. Die sprekerstalmeester laat de vragen u direct overkomen willen, hè? Er zijn moeilijkheden, Louis. Moeilijkheden? Ja, die sprekerstalmeester vragen laat u komen direct toe, hè? Ik hoop dat u me niet kwalijk neemt, meneer Carrier, maar... Het was me een genoegen, meneer Drossin. En tot morgenavond. Ja. Ik ben er zeker van dat ook Harold Vans uw uitnodiging graag aan is. Hé. Shadow. Wow, Flippy. En dat waren de schaduwen van de oplossing van het mysterie van de geheimzinnige ruiter. Ik dacht al dat ik dat mannetje kende toen ik hem op zo'n grote knol zag rijden in de circusstoet. Ja, en waarom ging het mannetje dat toen zo spoorslags vandoor? Ja, wel, Shadow. Wij kennen elkaar vroeger goed en ik ben wel eens zo'n beetje je helper geweest. Nou, en nog? En ik ben andere wegen gegaan. Niet altijd de beste, you know. Maar ik heb zelf nooit meer wat van me laten horen. En kijk, daarom schrok ik zo toen ik jullie daar zag staan. Ik heb een oud kennisje dat hier in Leeuwarden op sociale zaken werkt opgebeld en naar de lijst van buitenlandse artiesten gevraagd. En daarop stond een zekere Freddy Doncaster. Die ze
zich ook wel eens Flippy noemt. Zo. Dus jij werkt in het circus, Flippy. En wat doe je zoal? Hè? Spring je de hoepels? Kietel je de olifanten? Verkoop je de kaartjes of hou je de vrouwelijke acrobaten in toom? De vrouwelijke acrobaten die kunnen best op zichzelf passen. Nee, ik doe van alles wat. En elk vrij ogenblik ben ik met de paarden door. Oh, dus het bevalt je wel? Geen beter leven dan de circusleven. Nooit één saai ogenblik. Plenty ruzie en heibel en zo. Ja, ijdelheden en het naijver niet te vergeten, maar je komt er nooit van los. Maar je moet eens komen kennismaken, Shadow. Ook met meneer Drossaard en... Ken ik al. Wat? Ken ik al. Zo. Maar ik moet nou weg, jongens, tot kijk, hè. En reusachtig zeg dat ik jullie weer gesproken heb. Flippy. Flippy. Ik ben nog steeds niet blind. Nog steeds niet doof. Wat schort er af, Flippy? Jij bent ook geen zuur veranderd, Shadow. Hoogstens nog scherper geworden. Het is werkelijk al te krankzinnig dat weer zien na al die jaren in een wild, vreemd land. Wat wil je nou eigenlijk zeggen, Flippy? Dat ik de laatste weken bijna steeds aan jou gedacht heb. Ik baat in raadselen. Het is te ingewikkeld om het allemaal uit te leggen, maar kom morgen beslist eens langs. Kijk, er klopt iets niet in onze circus. En het lijkt te veel op, Shadow, dat jij hier in Leeuwarden per speciale bestelling afgeleverd bent. Ik baat nog steeds in raadselen, Flippy. En dat bad wel dieper en dieper. Wat klopt er niet, beste jongen? Bijvoorbeeld dit. Onze goede heer Drossaard, die ken je immers. Ken ik al. Heeft al een paar keer de hulp van particuliere detectives ingeroepen. Het resultaat is 0,0. En het gedonder houdt maar niet op. De ene ongeluk na de ander. Dan dit, dan dat. Brandstichting hebben we gehad. Een paard dat half vergiftigd was. En oh ja... Ze hebben een kabel van de trapeze half doorgezaagd. Denk je dat lollig is? Nee, dat niet. Dan geef je daar dan rekenschap van. Kom je van leeuwen en tijgers, wordt s'nachts opengezet. Denk je dat lollig is? Nee, jongen, dat is wat er. En niemand weet welke misdadige hand werkelijk dit... Huh? Oh, wist ik het maar. Het vergalt je plezier. Maar hou me nou niet langer tegen, Shadow. Ik moet weg. The show must go on. Tot ziens, Libby. En praten we nog eens? Graag, Shadow. See you later. Bonjour. Hallo. Bonjour. Nou, Schadu. Wat zeg je daarvan? Oh ja, bedankt, Harold. Drinken we nog wat? Ach, kijk. Nou wordt onze schaduw geheimzinnig. Een beetje wraak voor de verrassing die ik voor je bewaarde. Geheimzinnig. Vertelde je niet dat je met de heer Drossaard kennis had gemaakt? Dat heb ik, ja. Over. Kom bij u, meneer. Drossaard schijnt al heel wat detectives te hebben afgewerkt. De hoeveelste ben jij? Meneer Ben? Twee van hetzelfde. Vertel op, schaduw. Wat zei Drossaard? Hij gaf me een kaart voor de première. Ook voor jou, Harold. Vind je dat niet aardig? Nou, wat zeg je van je avondwandeling, schaduw? Ah. Rustig niet. Ja, s'avonds is het hier net zo stil als 15 jaar geleden. Ja, romantisch, hè. Mm-hmm. Hoogst romantisch zelfs. Vooral op deze merkwaardige avond, bij het licht van de volle maan. Ja. Wat is dat voor een toren, Harro? Dat is de Oldenhoven. Hé, is dat scheef? Ja, net zo scheef als die suikere bastard van een bruidstaart in pizza. En waarom staat dit stoere geval ook scheef, hè? Hij stond vroeger recht. Oh. Een of ander oordeel heeft hem uit het lood geslagen. Zo in het oude verhalen tenminste. Oordeel? Ja, een geheimzinnige geschiedenis. Minstens zo geheimzinnig als... Als Circus McKinney. En een zekere heer Schaduw. Voilà. Kijk. Daar ergens moet Mata Hari gewoond hebben. Waar? Dat is niet lang. Ja, ze zag meer in Parijs, zie je. Terecht. Dat is in elk geval een landgenote en een stadgenote van me. Waarop je niet weinig trots bent. Ze was een merkwaardige, zelfs hoogst merkwaardige vrouw. En dit is dan de Prinsentuin. Lusthof van de Friese Nassau samengevoegd. Ja. Er zit een hek voor. Het zit op slot, lijkt me. Ja, op zo'n avond als de maan over de stad schijnt. Luister je eigenlijk wel, schaduw?
Eén ogenblik, Haro. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar daar staat een leeuw. Doe niet zo flauw. Kom mee, schiet me op. Wat? Ik heb eens gehoord dat een leeuw je niet doet zolang je maar niet begint te praten. Houd dan je snuit. Kom mee. Maar als we weglopen, springt hij op je toe. Dan moet je ontzettend hard lopen. Let's niet. Kom mee, achteruit lopen en zachtjes. We moeten de politie waarschuwen. Dat ding, dat moet gearresteerd worden. Er is geen twijfel aan wat het beest vandaan komt. Uit het circus natuurlijk. Ja, uit het circus. Uit circus Mikkenie. Oh ja, feitelijk volmaakt ongevaarlijk, zo'n circusleeuwtje. Ach, Olbos, denk er nog eens even in, ja. Zoals u wenst, meneer. De kwestie is natuurlijk, hoe moet je zo'n losgebroken brute uit de wildernis tegemoet treden? Mm-hmm. Het vraagt een koel hoofd. Een vaste hand, een beetje verstand en een beetje, zo is het volk van Nederland, Sergio. En vooral veel zelfbeheersing. Want laat je je meeslepen door angst, ja, dan voelt het zich meteen de sterkste partij. Ja, jij kan lekker babbelen, boeren, maar we troffen dat het beest net slaap kreeg. En dat hij alleen was. We waren met elkaar 7 losgebroken. We waren er 7. We hebben er 1 van gezien. En ze zitten allemaal weer vast. Maar blijft de vraag, hoe kwamen ze los? Alsjeblieft, heer. Merci. Ja, en er bleven nog meer vragen. Morgen komt de politie de zaak verder onderzoeken. Het enige wat we weten is dat iemand die kooien moet hebben opengezet. Het moet dezelfde zijn als van de brandstichting en het trapezekabel. 1 of meer. Maar wie? Bent u meneer Harrovans? Inderdaad. En u? Oh, zeg maar, Felicity. Het doet er trouwens niets toe. Flippy Dankester heeft gevraagd of ik u een boodschap wilde overbrengen. Zo? Hij vroeg of u morgenavond even naar de stallen wilt komen. Ah. Als u zijn naam noemt, laat het u wel door. Oh, maak je niet ongerust. Ik kom reus wel door. Zo vrijmoedig als de beul, weet je. Dan ga ik maar weer. Tot ziens. Zeg wat, wat zeg je ervan, Harold? Het is laat. We hebben een spannende avond gehad. Zullen we de kamers opzoeken? Best idee, schaduw. En droom niet van de leeuwen, jongen. Ik hoop ze morgen levende lijven te zien. Maar dan wel wat verder van me vandaan dan vanavond. Ik stel me veel voor het circus Mikkenie. Ik heb hier plaatsen voor u laten reserveren, heren. Aan het open eind van de rij. Dan hoeft u tenminste niet over het publiek heen te klauteren als u onder de voorstelling soms plotseling op het idee mocht komen om ook eens achter het gordijn te kijken. Misschien zou het mogelijk zijn om nu nog even te praten. Hebt u het misschien te druk, zo vlak voor een voorstelling? Als u erop staat, kunnen we best eerst nog even praten. Volgt u mij maar. En jij hier, waarom? Nou, ik pas zo lang wel op onze voortreffelijke platenschaduw. Er is hier genoeg te zien. Toen waren die leeuwen los. Dat had een ramp kunnen worden, meneer Drossaar. Het was een ramp, monsieur Carrier. Ook al zijn er geen ongelukken gebeurd. Het verknoeit de reputatie van het circus en het vergiftigt de sfeer bij de mensen. Denkt u, monsieur Carrier, dat een artiest kan werken onder zulke omstandigheden? Nee, als je weet dat er onder je collega's een verkeerd element zit. Dat lijkt me van gif voor de hersens en je spieren en dat is ongezond. Levensgevaarlijk zelfs. Levensgevaarlijk, ja. 1 seconde afleiding kan de dood kosten. Aan de trapeze bijvoorbeeld. Meneer Vaand en ik, we hadden al een kort gesprek met Freddy Doncaster. Ik begrijp dat incident met de leeuwen van gisteravond niet het eerste is geweest. Niet het eerste en niet het enige. En waarschijnlijk ook niet het laatste. Ik vraag me af welke verdere ellende er op komst is. Wat belangrijker is, hoe verder ellende te voorkomen. Ik hoorde iets over privédetectives die u in dienst heeft gehad. Zonder veel resultaat, geloof ik? Resultaat? 1 enkel resultaat. Elke week krankzinnig hoge rekeningen van een stel waardeloze kerels. Begrijpt u dus, monsieur Carrier, dat ik een en ander graag eens zou bespreken met een werkelijke deskundige? Dat begrijp ik. Maar ja, waar halen we zo gauw een werkelijk deskundige vandaan? Of had u er al 1 op het oog? Ja, de schaduw. Monsieur Drossaar, wat let ons? Londen aan de telefoon, meneer Drossaar. Ik kom.
Kan ik met u afspreken tijdens de pauze, meneer Carlier? In de directiewagen? Daar. Van. Ah, Miss Felicity. Ik vond dit wel een geschikt moment om gevolg te geven aan de uitnodiging van de heer Drossard om over de voorstelling eens achter het gordijn te kijken. En? Het is interessant, Miss Felicity. Dat zal wel. En dat Felicity van je, dat is wel leuk, maar die Miss van je deugt niet. Oh nee? Nou, schade, het is nou eenmaal Mrs. Oh? Mrs. A. Anderson, met A voor Andy. Maar blijf je maar ooit Felicity zeggen, hoor. Even Andy Anderson, dat is... Trapeze werken, oh. Om precies te zijn. Der jongen die zo vals onze kant oploert. Oh, je zegt het niet enthousiast om eerlijk te zijn. Enthousiasme past hier niet, mijn jongen. Eerlijkheid wel. Ik vraag me eigenlijk af waarom ik dat zomaar aan een wildvreemde vertel. Ben je eigenlijk mijn... wildvreemd voor me. Oh, liever niet, Felicity. Na alles wat Flippy mij vandaag over jou en de schaduw heeft verteld, is het net alsof ik jullie al jaren ken. Flippy en ik waren van plan om een afspraak met de schaduw aan jou te maken. Na de voorstelling in Hotel Amicitia, want daar logeer ik. Alleen op een kamer. Denk je dat de schaduw wil komen? Denk ik wel. Bepaalde bedoeling met die uitnodiging? Ja, misschien. Zie, Haro, met alle respect en waardering voor Flippy en jou, maar de schaduw is de enige die ik in vertrouwen durf te nemen. Zo. Is Flippy ergens in de buurt? Oh, in die stal daar. Ik breng je wel eens. Ah, jullie hebben elkaar ontdekt, zie ik. En is het in orde met je afspraak na afloop? Ik zou niet weten waarom, Flippy. Fijn. Maar de kwestie is dat Felicity weet. Of ze meent te weten wie al die ongelukken van de laatste tijd op zijn geweten heeft. Maar ja, probeer haar maar eens aan de praten te krijgen. Ja, doch. Maar dring me niet aan. De enige die het te horen krijgt is de schaduw. Maar excuseer me, over een paar minuten is de tijd voor mijn nummer. Wat doe je? Ook trapeze. Met mijn man en mijn zuster en nog wat lui. Ja, zij lijkt op haar zuster. Ah, nou, dan duiken we ook maar weer eens de piste in. Ik zou jouw nummer niet graag willen missen. Was het erg interessant dat we dat voorbij? Machtig. Werkelijk fantastisch, hè? Nou, we hadden net het nummer van de messenwerper. Oh, ja. Ik zie Ichine Dwinjanim en zijn vrouw Ivone. Dat was echt Hongaren. Maar zou me niet verbazen als ik zie Bill Black te heten en ergens in de buurt van die Old Kent Road is gebeurd. Maar wel razend knap hoe die Hongaren. Zeg wat ik zeg wilde, schaduw. Mm-hmm. Ik ben zo vrij geweest om namens ons beiden een uitnodiging aan te nemen om na de voorstelling Felicity en Flippy in Amicitia te ontmoeten. Uitstekend. Felicity, dat is toch die... Ja, die merkwaardige juffrouw van gisteravond. Ze logeert ook in ons hotel. Ah. Alleen op een kamer, terwijl een man ook in het circus werkt. Ze gaat nu optreden met die knullen met haar zusje dat veel op haar lijkt. Ze wil je vanavond iets vertellen. Ze schijnt veel te weten. Wat? Schil. Dames en heren! Wij vervolgen nu het programma met het optreden van Miss Felicity en de Flying Saucers. Aan de vliegende trapeze zullen ze spotten met de wetten van de zwaartekracht. Tijdens dit nummer zal Miss Felicity de verste en meest gedrukte sprong uitvoeren, namelijk over de hele lengte van de piste. Van de ene schommel daar, naar de schommel hier, vlak boven mij. Dames en heren, de vliegende schotels en
Miss Felicity! Zeg, waarom? Wat wil Felicity straks vertellen? Geen mens die het weet. Het is alleen voor jou bestemd. Kijk, daar gaat ze. Maar houdt het verband met de gebeurtenis in het circus? Ja, dat werkt zo verband. En nu de verste en meest gedurfde sprong, waarbij Miss Felicity zich tweemaal om haar lengte afwikkelt. Ik verzoek u absolute stilte. U hebt geluisterd naar het eerste deel van Circus Nickeny, een detective voorspel in drie delen naar het gelijknamige boek van Havank in de bewerking van Pieter Terpstra. De rolverdeling was als volgt. Inspecteur Charles Carrier, de schaduw, Jan Burkes. Haro Vans, Frans Somers. Brossard, circusdirecteur, Willy Ruys. Tintanelli, clown, Tony Folletta. Flippy, stalmeester, Han König. Ober, Herman van Helen. Miss Felicity, trapezewerkster Willy Bril en de spreekstalmeester Herman van Helen. De regie had Wim Paul.